Ja, het concept van Veghel is niet zo heel erg ingewikkeld. Veghel is food en cultuur. Een belevingswereld van cultuur en food. Bij in Veghel hebben wij de Mars en we hebben Sligro Jumbo, DNV Campina. Hele grote spelers, ook de cateraars met Zon van de Boer en Hutten komen uit Veghel. En daar zijn wij sterk in en we hebben hier een heel mooi buitengebied. En om die te verknopen aan elkaar met ons centrum, wat ook gewoon echt nog heel mooi is met mooie monumentale gebouwen. Is eigenlijk het ideaal plaatje om mensen meer dan één dag in Veghel te laten vertieren. Dat doen we door echt fysiek mensen met elkaar te verbinden. Door middel van de bruggen die we hier achter hebben, die we aan de buitenzijde van de panden leggen, dat iedereen elkaar moet ontmoeten. En bijvoorbeeld een hellingbaan die we hier gaan maken voor minder valide, die we in combinatie met een skateramp met het jongerencentrum realiseren. Ja, het kost heel veel energie, maar het is ook wel heel leuk, want je leert elkaar kennen. De creatieve wereld die zat wel bij mij, maar op muzikaal vlak. Maar beeldend en zo veel minder. En als ik dan nou kijk, ja, dan zijn het ook gewoon mensen. En dat komt doordat je elkaar ontmoet. Het kan niet meer zo zijn dat het allemaal heilige huisjes, gesloten huisjes zijn. Overal potjes en het potje moet op. Hier doen we dat samen. We maken samen besluiten hier. En we hebben bijvoorbeeld een afbouwbudget voor cultuur gekregen van de gemeente Veghel. En daar blijven we binnen. Klein denken. Oogkleppen. Ik denk dat als we als Brabant op de kaart willen komen, dan moeten we ons als Brabant verenigen. Er worden geen keuzes gemaakt. Hè? Je kijkt wel. Iedereen die doet iets met food of met medical of met automotive of iedereen wil daar iets van meesnoepen. En dat is ook goed, dat mag ook. Maar laat dat dan gewoon als één geheel ook verteld worden aan de wereld. Het moeilijkste aan keuzes maken is besluiten wat je niet doet.